De technische staf van NAC Breda is deze week druk bezig om de tactiek tegen Heerenveen te bepalen. Maar veel discussie kan er niet zijn, want zoveel valt er niet te kiezen. We zitten op dit moment van de eerste selectie. Dus dan praat ik niet over jeugdspelers, maar over de eerste selectie hebben we precies 10 spelers. En met een keeper erbij heb je dan weliswaar een elftal, maar blijft de reservebank vrij leeg. En dus, vinden sommige supporters, moet Maaskant de jeugd de kans geven. Maar, zo luidt de kritiek, dat doet hij veel te weinig. Daar kunnen we vrij eenvoudig antwoord op geven. Die jongens zijn er daar nog niet klaar voor. Waren ze er wel klaar voor namelijk, dan hadden we ze er wel bij genomen. En ik wil ook best voor onze supporters duidelijk maken dat, neem even het voorbeeld van Pim Bouwman of Ömer Bayram. Ja, die zijn meer dan de helft van de voorbereiding geblesseerd geweest. Omdat ze een bepaalde belasting niet aankunnen. En dat is de reden waarom ze er ook niet bij zaten van het weekend. Toch is er ook een zakelijke reden waarom spelers uit het belofte team van NAC maar mondjesmaat ingezet worden. De reden waarom wij ze onder andere niet gebruikt hebben afgelopen weekend, is dat als wij die betreffende spelers 5 keer op het wedstrijdformulier zetten, dan zijn we verplicht om ze een minimumcontract aan te bieden. Ja, de situatie bij NAC is bekend. Elke cent moet omgedraaid worden. En dan willen we niet te snel met spelers op de bank gaan zitten waar we misschien later in het seizoen geen gebruik meer van maken, maar die we dan wel een contract moeten geven. Dat speelt wel mee in het achterhoofd. Alleen de laatste maanden wordt er heel veel gesproken over de financiële situatie van NAC. Alleen, ja, ik ben een voetballiefhebber. NAC is toch steeds een voetbalclub. Dus we moeten het niet nalaten om jongens te belonen met een plek op de bank of in te laten vallen. Want het gaat om voetbal. Het voetbalbedrijf, dus de spelers, de trainers, eigenlijk alles en iedereen zal ervoor moeten zorgen door goed te spelen om de club er weer bovenop te helpen. En als jongens met de voeten spreken, ja, dan moeten wij ze een contract aanbieden.